Natuurkunde, VWO-examen 2019-1, opgave nummer 5, de allerlaatste, de aardelijk schakelaar. En ja, dat ziet er zo uit. Waarschijnlijk nooit gezien, misschien wel. Maar dat ding dat beschermt ons. Kijk, er staat bijvoorbeeld 230 volt staat er op een stopcontact. Dan hebben we een draad heen, de fasedraad en terug. Dus de nuldraad en daartussenin zit een wasdroger. Nou, die stroomsterkte die er doorheen loopt wordt bepaald door de weerstand. We zien dus dat er een verwarmingselement in zit. Dat ding is gemaakt van koper. Koperdraad met een lengte van 42 meter en een diameter van 0,20 mm. En dan moeten we gaan uitrekenen wat precies die stroomsterkte is. De stroomsterkte I. Ik heb gezegd wat koper is, de lengte en de dikte of de diameter van de draad. En ik heb dat al omgerekend naar de straal. 0,1 keer 10 tot min derde meter. En er is er nog eentje. In de tekening staat verstopt 230 volt. En anders zou je kunnen weten dat een wasdroger gewoon in stopcontact zit. Hoe gaan we dit aanpakken? We kennen twee formules met U en I en dergelijke. Nou, deze bijvoorbeeld, P is U keer I. Maar in onze gegevens hebben we nergens iets wat ons kan helpen om P vast te stellen. Dus die wordt hem niet. Maar wat we wel gaan doen, R is U gedeeld door I. Want ik kan namelijk die R kan ik uitrekenen. En die R reken ik uit met deze rho keer L. Gedeeld door A. En let op, dit is dus niet de rho van dichtheid. Dit is de rho van de soortelijke weerstand. En die gaan we zo in de BINAS gaan we die opzoeken. En volgens mij is dit BINAS 8. Je moet altijd zoeken als je dit soort dingen moet vinden tussen 8 en 12. En dan zie ik dus van koper, daar zit dus een soortelijke weerstand van 17 keer 10 tot de, even goed kijken of het plus of min 9 is, scheelt heel veel. Min 9 ohm meter. En inderdaad, het is BINAS nummer 8. Die moet je daarvoor hebben. Die A. Ja, we hebben zo'n draadje. En dan moeten we van dat cirkeltje moeten we het oppervlak berekenen. Nou weet ik hier uit mijn hoofd dat pi r kwadraat is. Maar als je dat niet meer weet, dan ga je naar BINAS nummer 36 van wiskunde. Dus dan al die formules over volume en oppervlakte en omtrek en dat soort dingen in. Dus A kan ik uitrekenen. A is pi r kwadraat. En als ik daar invul die 0,1 en let op die min tot de derde moet ook mee, anders kom je met een of ander verschrikkelijk getal uit. Dan zit je soms een miljoen ernaast. Hier reken ik dus uit dat dit is 3,14 keer 10 tot de min 8e. Ja, er zitten hier nog wel wat andere cijfers, maar die noem ik even niet op. Maar het is wel zo. Goed, dat ga ik dan invullen. R is rho 17 keer 10 tot de min 9e keer de lengte. Dat is 42 meter. Dit, ach, zal ik hem toch wel gewoon even opnoemen. 3,14. Even kijken waar mijn muis is. 3,14. 1, 5, 9 keer 10 tot de min 8e. En hier komt dus uit 22,7. Die R, die ga ik gezellig daar invullen. Dus dan zeg ik 22,7 is gelijk aan 230 gedeeld door de I. En de I, dat is hetgene wat ik wil hebben. I is gelijk aan 230 gedeeld door 22,7. En dat is gelijk aan, ja, je gelooft het niet, een fantastisch mooi getal. En dat is 10 ampère. Nou, even kijken of ik de puntje te pakken heb. Ik heb deze gebruikt. Ik heb rho opgezocht en ik heb hem ook juist neergezet. Geen 10 tot de min 9e. Geen puntjes. Je gebruikt deze formule. Of een van die andere. Maar je hebt in ieder geval de juiste formule voor het juiste oppervlak. Deze heb je gebruikt en je hebt gecompleteerd. Dus je mag er eentje qua significant zien na zitten. Maar dan zou je ook bij om en nabij de 10 ampère uitkomen.
Nou, die was te doen. Lekker voor 4 puntjes. We gaan even verder met de aardelijke schakelaar. We zien dus dat het mogelijk is, en deze tekening is een uitbreiding van hier. Stel je voor, iemand komt zo gezellig aanzetten en die pakt zo dit hier zo vast. En die draad is een beetje stuk. Dus in plaats van dat die elektriciteit door die moeilijke weerstand hier gaat, kan hij ook besluiten om een deel zo parallel via die persoon, via de voeten, zo naar de aarde te laten gaan. Dit is het tekentje van de aarde en dit is de weerstand van het lichaam. Dus er lekt dus stroom naar de aarde. Foute boel, als die stroom te groot is, kan je hart stilstaan, je kunt grote verwondingen krijgen. Dus hier zo, helemaal aan het begin, zit er zo'n dingetje, zo'n aardelijk schakelaar. En eigenlijk wat hij doet, is hij meet hoeveel stroom gaat eruit en hoeveel komt er weer in. En zit daar een verschil van een delta van 30 milliampère. Nou, stop dan de stroom, dan wordt de stroom direct gestopt. Oké, dat zien we hier zo, dat is eigenlijk wat hier staat. Je moet een aantal opdrachten uitvoeren. We gaan daar naartoe. Bereken de grootte van de lichaamsweerstand als een lekstroom van 30 milliampère is. Nou, volgens mij is dat makkelijk verdienen, want R is gelijk aan U gedeeld door I. En we weten die R, die moeten we weten, die U die weten we, dat is 230. En die 30 milliampère stoppen we daar dan ook in. Let op, I is 30 keer 10 tot de min derde ampère. Belangrijk, die drie nulletjes. Geef aan of de aardelijke schakelaar reageert bij waarden voor de lichaamsweerstand die groter of juist kleiner zijn dan de berekende weerstand. Met andere woorden, als R groter reageert de ALS dan. Nou, dat is een manier, je kunt ook zeggen als R kleiner reageert hij dan. De eerste gaan we doen. Hoppakee. Ik zeg van R is 230 gedeeld door, wat is het, 30 keer 10 tot de min derde. En dat zou mij geven 7,7 keer 10 tot de derde ohm. Oké, voor deze. Laten we even kijken weer naar dat ding. Stel je voor dat hier een hele grote weerstand is. Zou er dan een stroom doorheen lopen? Nee. Grote weerstand betekent dat de stroom niet heel groot wordt. Dus een grotere weerstand zorgt ervoor dat het verschil tussen wat hier naartoe gaat en weer terug gaat, dat dat klein is. Oké, een kleiner verschil zorgt dat die niet reageert. En bij een kleinere weerstand van het lichaam zal die wel reageren. Dus even kijken hoe de vraag precies. Geef aan of de aardelijke schakelaar reageert bij waarden voor de lichaamsweerstand die groter of juist kleiner zijn. Nou, als de waardes van de lichaamsweerstand kleiner zijn dan die 7,7, dan heb je een groter verschil en dan zal die dus gaan reageren. Nou, we gaan even kijken. We hebben dit uitgerekend, hartstikke goed. Daar kun je 2 punten voor krijgen. En je zult dus moeten zeggen dat die kleiner is. En dan heb je de punten weer te pakken. Goed, wat ze gedaan hebben. Ze hebben nu, zijn we die draden die helemaal hiervoor werden getekend, zeg maar de fase en de nuldraad, die hebben ze nu getekend en die hebben ze door een ring laten lopen. En als je het helemaal goed leest, dan staat er dus dat die twee draden, de heen en de terug, de nul en de fase, dat die ja, nagenoeg op hetzelfde plekje precies midden in die ring zitten. En nou ja, weet je, we gaan eventjes kijken hier naartoe, want je ziet hier in de bijlagen, zie je, dit is de ring. Ze hebben hier een fasedraad en zo te zien, een rondje met een puntje betekent dat het naar je toe komt. En een rondje met een kruisje gaat van je af, dat is een dartpijltje. Ze zeggen hier zo, die stippeltjes, dat is het magnetische veldlijn. Voor de fase, dus deze is deze hier zo. En deze die zit dan hier zo bij die volle. Oké, je moet tekenen met pijlen in de ring de richting van het magnetisch veld. Met andere woorden, ja, er waren een aantal
handenregels, FBI gaan we niet gebruiken. Het heeft hier ook niet te maken met een stroomdraad die gekruld is, dus we hebben ook die tweede met de spoel niet. We hebben nu te maken met magnetisch veld, wat dus zit om een rechte stroomdraad. Je volgt met je duim de richting van de stroom en dan zit er een cirkelvormige, ringvormig magnetisch veld zit eromheen. Dus ik pak de fasedraad, die komt naar me toe. Hoppakee. Dus ja, dat gaat zo die kant op. Die stippeltjes, die waren daarvan. Dus deze gaat zo die kant op. En die andere gaat juist daar naartoe. En die gaat met de klok mee. Die gaat precies de andere kant op. Nou, dan is de vraag. Dan komen we eigenlijk bij dit puntje hier. Geef de reden dat er geen netto magnetisch veld in de richting zal ontstaan als de stroomsterkte op de fasedraad en nuldraad gelijk zijn. Eigenlijk staat daar delta B, want magnetisch veld, magnetische inductie, is gelijk aan 0. Nou, het is namelijk zo dat als de ene magnetisch veld heeft die zo met exact dezelfde aantal tesla die kant op gaat als eentje die kant op gaat, ja, dat valt tegen elkaar weg, dus samen is dat 0. Geeft de reden dat er wel een netto magnetisch veld ontstaat als er een van die stroomsterktes lager is, zoals een elektroom. Nou, als een elektroom is, is de fasedraad, die zal een verschil hebben met de nuldraad. Met andere woorden, we zien dus dat er ergens, bijvoorbeeld de fase komt aan met de volledige 100%, de lekt wat weg en dan zal die andere, die zal de resterende deel nog hebben. Dus die fasedraad zal in dat geval een groter magnetisch veld hebben dan die andere. En dan, ja, dan heb je dus wel een netto magnetisch veld wat groter is dan 0. Nou, gaan we even kijken. Wat moet je doen? Juist de richtingen. Nou, je ziet dat het hier getekend is. Dat hebben we gedaan. Inzicht dat het elkaar opheft. Die is makkelijk te verdienen. En dit hebben we ook uitgelegd. Dit is 27. We gaan naar de laatste. We zien weer die ring. Die ring is net even anders getekend. We zien dat er om die ring zeg maar een draad is gewikkeld. We zien 1, 2, 3 windingen zien we. En we zien dat hier die twee draden, die gaan naar een ding dat heet een circuitonderbreker. Met andere woorden, die, ja, wat hij doet, of die dit nou doormidden hakt of weet ik veel, hij onderbreekt het in ieder geval. Zodat er geen stroom meer kan lopen. Een onderbroken stroomring zorgt ervoor dat als jij zo aan het apparaat zit, dat de stroom stopt. Oké, okay. Even kijken, waardoor gaat hij eigenlijk dat doen? Ja, door een stroom waarschijnlijk, misschien een trekmagneet of iets dergelijks aan. We hebben hier spoelen. Oh, wacht eens even. Als we hier een magnetisch veld hebben wat groter is dan dat, dan gaat hier iets gebeuren. Hè? Zo'n magnetisch veld de ene kant op en een magnetisch veld de andere kant op. En dan hebben we een verschil. Dan hebben we ineens, ja, dat heet flux, fluxverandering. En ineens toep, iets meer als we met een magneet er naartoe gaat. En hoe heet dat ook alweer? En dan wek je eigenlijk een inductiespanning op. Inductie met een T hier zo. En we weten dat is iets met N met N keer. DV gedeeld door DT. Maar we zien hem ook als delta. V gedeeld door delta T. Oké. Geef aan welk natuurkundig principe de spanningspiek ontstaat. Nou, dat is inductie. Oké, door die spanning, die inductiespanning, gaat er een stroompje lopen door die draad en die onderbreekt het dan. Leg uit welke aanpassing men moet doen onder de detectiespoel. Aan de detectiespoel om de aardelijk schakelaar gevoeliger te maken. En we willen dus eigenlijk dat met precies dezelfde hoeveelheid fluxverandering in dezelfde tijd, want daar kunnen we namelijk niks aan doen. Ik bedoel, ja, ik pak dat apparaat vast en dan gaat het stroompje door mij. Nou, er gaat zoveel stroom gaat er lopen in gedurende een bepaalde tijd. Kun je niks aan doen. Maar wat we wel kunnen doen, het enige wat we wel kunnen doen, is een beetje meer windingen nemen. Want meer windingen betekent meer spanning. Meer spanning betekent meer stroom. En meer stroom betekent dus dat al bij een kleiner verschil heb je al voldoende stroom om zeg maar
die onderbreken te laten werken. Nou, dat is eigenlijk de uitleg. Dus die 1 is inductie. Hier zeggen we meerwindingen. Meerwindingen geeft bij gelijke fluxverandering grotere stroom. Waardoor de onderbreker eerder werkt. Okay, hoppakee. Even checken. Nou, elektromagnetische inductie, dat was nog zieker geweest. Gevoeliger bij stroom wordt onderbroken, kleinere fluxverandering met even grote inductiespanning. Nou, dat krijg je dus met die N. Nou, en dat staat hier. Dan heb je 3 punten. Nou, dat was het alweer. Dat waren 28 vragen van examen natuurkunde 2019-1. Dit was de aardelijk schakelaar. En ja, mocht je nog vragen hebben, er zijn natuurlijk geen vragen meer voor 2019. De playlist die kunnen we ook overslaan. Maar heb je nog andere vragen? Dus even, goh, daar zit ik toch echt mee. Ik zou dat willen uitleggen. Stuur dat, schrijf het even op in de reacties. En dan kan ik daar wat mee. En blijf nu nog even hangen voor een aantal suggesties voor video's. En tot de volgende uitleg.